Ludo, ik mag jou feliciteren. Jij had de voorspelling. Je had het gewoon helemaal goed. Ja, hè. En gisteren was je nog verwonderd, hè. Wie is Tim Welles? Ja. Maar ja, dat is een talent in België. Klimtalent, en je ziet dat vandaag. Ik had dat gisteren gezien, dat die jongen superbenen had. Als je op dat parcours gisteren, waar dat je toch kracht moet combineren met de souplesse. En als je dat hebt en je kan dan eindigen als zevende. En hier komt zijn parcours eraan. Ja, voor mij was hij de nummer 1 en ik heb hem gisteren op nummer 1 gezet en heeft het waargemaakt. En wat nog straffer is, hij neemt de leidersplaats. Dat had ik niet verwacht, maar hij herneemt de leidersplaats. En ja. Morgen gaat het toch lastig zijn. Maar, en hoe heet het, jij zei ook net tegen mij, het is genetisch bepaald. Want heel zijn familie heeft gefietst in het verleden. Ik heb dan met een oom van hem gefietst. Ja, dat hoorde ik net. Ze hebben mij in de ploeg samen de tour meegereden, samen de kamer meegedeeld. Ja, en ik hoorde van Ludo dat dat zijn oom is. Ja, ja, ja. Dus het zit wel in de genen. Zeker, dat waren drie broers Welles. Ja. Je had Paul Welles, je had Johan Welles, je had Leo Welles. En hij is de zoon van Leo Welles. Hij was ook een goed renner, maar ik denk dat de zoon nog meer talent heeft. En je ziet, het komt eruit. Hè. En hij is nog maar, hij is jong, hij is 22 jaar. En hij is echt een klimtalent, tweede jaar als prof. Dus, ja, en hij ziet de koers, dus hij heeft meer in zijn mars. Ja, en weet wat misschien wel het verhaal is? Die klassementmannen kijken elkaar allemaal aan. De deur gaat toch een beetje op slot. Mm-hmm. Want ze zitten een beetje te twijfelen. Ja, als ik te vroeg ga. Nou, dat heeft hij al heel goed gezien. Als jonge renner moet je dat ook aandurven en zien. Ja, ik zeg al, als twee Hollanders om een been vechten. Dan loopt de derde. Dan loopt hij wel. En die ook loopt nog een Belg. Heen. Die loopt ermee weg. En ja, misschien nog wel met een ronde. Ja, maar ik ben deze week wel weer van Belgen gaan houden, hoor. Kijk nou Ludo staan. Ja, ja. Nee, maar ik vind ook een renner van die. Dit is geen gewone renner. Hier mag België heel blij mee zijn. Dit is een supertalent. Dat is net wat wij. Als wij in Nederland hebben met Wilco Kelderman. Dit is eenzelfde type renner. Ook op gevoel fietsen, instinctief. Dezelfde stijl ook nog een beetje, ook allebei een beetje dezelfde kwaliteit. Ik kan allebei ook goed tijd rijden. Dus wij hebben hier vrede mee? Ja, ik heb er zeker vrede mee. En het was een geweldige koers, dus dat maakt mij nou eigenlijk uit wie de wint. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, Tom Dumoulin blijft voor mij ook een heel groot talent. Ja. Maar hij kwam hier vorig jaar, kwam die ploeggenoten tekort en dit jaar nu weer. Ja, daar kun je dus over nadenken van heb je als ploeg daar de goede mensen voor opgesteld? Eigenlijk niet. En wat vind jij, Ludo? Het is natuurlijk heel moeilijk voor de koers te controleren. Je zit hier met de beste ploegen op worldtourniveau. Giant is daar ook bij natuurlijk, maar er zijn zoveel grotere ploegen hier. BMC werkt met het dubbel van budget als Giant. Natuurlijk, ja, dan moet je ook de kwaliteiten van de renners gaan bekijken. En op dat gebied denk ik dat Tom zijn ploeg iets tekort komt. Maar als Tom door kan groeien en hij kan dan nog in een grotere ploeg terecht kunnen met nog betere renners. Maar hij was teleurgesteld. Hem, hij was teleurgesteld. Ja, ik neem dat aan dat hij teleurgesteld is. Hij wil winnen. Hij is een winnaar. En dan mag je teleurgesteld zijn. Dat moet zelfs. Dat moet. Want ja. Anders... en morgen gaat hij er terug voor gaan. Het zal niet makkelijk zijn, hè, want het staat allemaal kort bij elkaar. Dus Lars Boom staat op 7 seconden. En Tom staat op 11 seconden, dacht ik. Goed. Dus het staat allemaal zo kort bijeen. En je hebt Greg van Avermaat, die staat nog 10 seconden achter hen. Dus pas op, het is een dubbeltje op zijn kansen, zeggen ze in Nederland. Maar Henkie is bang dat de deur dicht gaat. En dat Lotto gewoon zegt, we zetten 5 man op kop. En we houden nog een paar in de reserve voor bij Wellens te rijden. We zullen het zien. Van Ender is in goede doen. Van Ender, dus, ja. Maar... ik ben bang dat we morgen een beetje de deur op slot krijgen. Maar goed, dat moeten we maar wachten. We gaan eerst een nachtje slapen, vinden jullie niet? Ja, dat gaan we zeker doen. En de renners ook.